is vandaag zaterdag 18 april volgens mij. En het is echt, ja, het regent niet buiten, maar echt lekker weer is het ook niet. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, voor vandaag heb ik eigenlijk niet echt iets op de planning staan. Ja, ik zou niet weten wat ik vandaag zou moeten doen. Het is ook niet echt heel erg lekker weer buiten zoals ik al zei. Dus ik denk dat het gewoon lekker een hangdagje in mijn badjas en mijn pyjama gaat worden. Ik ga wel zo meteen eventjes een masker in mijn haar doen. Want mijn haar is best wel vet nu. Ik heb het maandag voor het laatst gewassen. En ik probeer iedere keer de wasdag zeg maar een dagje uit te stellen. Zodat ik iedere keer iets minder vaak mijn haar hoef te wassen. Maar ik heb het nu dus maandag voor het laatst gewassen. En het is vandaag dus zaterdag. Dus ik ga zo meteen eventjes lekker een maskertje in mijn haar doen. Of zo meteen strakjes pas denk ik. En ik hoop dat we vanavond sushi gaan eten. Want ik heb dus nog een paar vouchers van Sushi Point. Maar eigenlijk mag dat niet voor mijn dieet. Want je mag geen rijst en zo. Ik heb gewoon zoveel zin in sushi. En ik wil heel graag met Milo een sushi mukbang opnemen. Dus ik hoop dat hij dat ook heeft. Maar goed. Het is nu dus ongeveer 10:15. Milo zit beneden op de PlayStation. Ik ga ook naar beneden met mijn laptop. En eventjes lekker wat filmpjes kijken. Mijn vader heeft dus met mijn oom en een vriend van mijn oom een racefiets gekocht. Omdat ze zich dus een beetje vervelen. Ik denk dat het de reden is dat ze wel. En ze zijn nu dus aan het rijden. En ze hebben dus ook alle drie een geel pak gekocht. Ik heb het door. Ja, wissel. Ik ga ontbijt maken, want het is 12 uur. Ik heb een halve avocado. En ik heb twee van die crackertjes. En eigenlijk eet ik dit normaal niet. Want hier zit 4,5 gram koolhydraat in. Maar ik heb gewoon zoveel zin om even iets om dit te kauwen. En hier zit dus heel weinig in. Dus dat kan gewoon. Want ik mag ongeveer 20 gram koolhydraten op een dag. En ja, een avocado zit dus geen koolhydraten. Er zitten alleen maar gezonde vetten in. Oké, ik heb de avocado in een bakje gedaan. Je ziet het niet. En dan ga ik eventjes prakken. Ik heb het nu geprakt. Dan doe ik er nog een beetje peper en zout bij. Oh, en trouwens, ik wil dus vanavond een sushi eten. Want ik heb nog een paar vouchers van ticketveiling om dan sushi mee te halen. Maar volgens mij doen ze dat dus niet nu in deze quarantainetijd. Dus ik ga straks Sushi Point eventjes bellen of ze die vouchers wel of niet aannemen. Want ik ga geen 70 euro voor sushi betalen terwijl ik hier gewoon vouchers heb die je kan inleveren. Dus ja. En dan ga ik het op die toastjes doen. Hoe noem je dit? Gewoon crackers. En soms doe ik er ook nog wel eens ei op, maar ja, daar heb ik nu geen zin in, want ik heb gewoon trek. Ik wil gewoon eten. Zo. En dan doe ik er nog een klein beetje extra zout en peper overheen, want I like that. Zo, en dan ga ik dit eventjes lekker opeten. Normaal, mijn echt favoriete lunch ooit, zegt avocado toast met een eitje erop, maar brood mag nu natuurlijk niet, dus dit voor een keertje. Dit doe ik niet iedere dag, die crackers. Dit is eigenlijk pas de eerste keer. Maar er zit maar 4,5 gram koolhydraten in. Dus op zich voor een keertje kan het wel. Want ik mag dus, zoals ik zei, 20 gram koolhydraten op een dag. Van mezelf. Dus ja. Oké, ik zou eigenlijk tot... Oh, ik zie er echt niet uit. Nou, boeien. Ik ga het eventjes boven laten zien. Maar eigenlijk zou het Pretty Little Thing pakketje pas 29 april binnenkomen. Dat is over 11 dagen. Maar het is dus al binnen. Echt, ik ben zo blij, mens. Ik zie er echt niet uit. Maar oké, ik heb eventjes een masker net in mijn haar gedaan. Ik zal eventjes laten zien welk masker. En ik ben Love Island aan het kijken. En als Love Island dan afgelopen is, ga ik eventjes douchen. En mijn haar wassen met de Fudge Silver Shampoo. Maar ik heb dit masker gebruikt. En hij is nu op, dus ik ga eventjes ook een nieuwe bestellen. Maar ik ga eerst laten zien wat ik allemaal heb binnengekregen. Er is dus als eerst nog een pakketje van Oatrium binnengekomen. Want ik had daar dus vorige week een pakje besteld van Color for Rebel. In een maatje XS. Maar ik twijfel een beetje over de maat van die broek. Dus ik heb nu ook het broekje in een S besteld. Zodat ik eventjes kan kijken welke mooier zit. En dan kan ik die andere retour sturen. Ik zal nog even laten zien voor de mensen die de video niet hadden gezien. Dit is het broekje. En daar heb ik dus ook een bepassend blouseje bij. Zo, ik schrok je zo eventjes passen. Maar deze ziet er al ietsjes groter uit. Misschien dat ik dat wat mooier vind. Als hij een beetje baggy valt.
Dus die. En bij OutKim heb je dus altijd super veel sale op leuke merken zoals Call of Rebel, Nikki, Alex Label, Zoe Carson. Echt van alles en nog wat. Maar nu gaan we over naar het pakketje van Pretty Little Thing. Dit is de eerste keer dat ik hier iets heb besteld. Maar ik kijk dus best wel vaak op die site en ik zie altijd echt hele leuke dingen. En nu dacht ik gewoon, fuck it, ik ga het gewoon lekker bestellen. Ik had niet voor de versnelle verzending gekozen, want dat kostte 20 euro. Vond ik een beetje overdreven. Dus ik had voor de normale verzending gekozen. Maar door alle drukte bij PostNL en zo, zei ze dat het eigenlijk pas 29 april zou komen. Maar vandaag is 18 april en het is al binnen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb wat apartere dingen besteld. Omdat ik dat gewoon heel erg leuk vond. Voor festivals, voor feestjes, voor dingen en zo. En ik vind bij Pretty Little Thing gewoon dat ze heel veel apartere dingen hebben. En dat vind ik dan leuk om daar te bestellen. Dan ga ik niet allemaal basics daar bestellen. Terwijl ik dat ook bij de Zara kan bestellen. Maar oké, goed. Even kijken. Eerste een broek. En het is een beetje een soort tie-dye-achtige broek. Hij is zwart met oranje. En ik heb deze in een maatje. Volgens mij. Nou, ik ga maar openmaken. Deze heb ik in een maatje 34. Omdat de 36 dus was uitverkocht. Maar ik vond hem zo leuk. Maar ik denk wel dat dit moet passen. Hij schijnt wel een beetje doorzien. Dus dat is deze broek. Kijk, ik vind hem echt heel erg nice. Als je dit met een leuke zwarte body aan hebt of zo. En dan is je wel mijn rans eronder. I don't know. Vind ik het wel heel erg leuk. Dus deze in een maatje 34 dus. En ik kan even kijken hoeveel alles kostte. Maar ik heb alles met 30% korting volgens mij besteld. Ja, dit zijn de prijzen zeg maar met de korting er al bij. Deze broek was €19,60. Dus dat vind ik geen geld. Heel leuk. Dan een heel erg leuk jurkje. En deze heb ik ook in een maatje kleiner genomen. Ook in de 34. Omdat hij zag er best wel oversized uit op de site. En ja, dat wilde ik op zich wel. Maar ook weer niet te oversized. Dus ik heb hem in een maatje kleiner. En dat is dit jurkje. Echt heel erg leuk. Het is een ruitjesjurkje met blauw en geel. En ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk om dan een beetje open te doen. En met een leuke beltback eromheen. Voor festivals. En dan Dr. Martens eronder. Dus die. En deze kosten €24,50. Heel erg nice. En dan als laatste heb ik een bijpassende set besteld. En ik ben super benieuwd of ik deze ga passen. Ik hoop echt dat ik hem pas. Want ik vond hem echt heel erg leuk. Deze heb ik wel gewoon in mijn eigen maat gekocht. In maat 36. Dus ik hoop dat het niet te groot is. Maar als eerst dit topje. Kijk. Super schattig topje. Het is dus een, ja, nog korter dan een crop top eigenlijk. Een soort bustier. Maar dan van spijkerstof. En aan de achterkant gaat hij open en dicht met een rits. Echt heel erg leuk. Ik hoop dat ik dit pas. Het ziet er namelijk echt best wel groot uit. Maar oké, die dus. En daar zit dus een bijpassende broek bij. En deze hoop ik al helemaal dat ik niet pas. Want deze ziet er ook heel goed uit. Oh nee. Oh jawel. Kijk. Dit is de broek. Het is dus een spijker flare broek achter. Deze heb ik ook in een maatje 36. Maar qua lengte is die denk ik wel. Oké, hij is wel ietsjes te lang. Maar op zich met Isabel Marans kan het denk ik wel. En even kijken. Die top was €11,80. En die broek was €21,60. Dus dat. Strakjes als ik gedoucht heb en zo, zal ik het wel eventjes voor jullie passen. Want nu zit een masker in mijn haar. En als ik dan alles aan moet trekken en zo, wordt het straks allemaal vies. Dus dat doe ik strakjes als ik gedoucht heb. Zal ik het eventjes passen voor jullie. Oké, ik ga nog eventjes mijn masker in mijn haar laten trekken. En dan daarna douchen en eventjes mijn haar wassen met fudge. Ik zal het wel eventjes laten zien welke ik gebruik. Want je hebt dus ook een fudge shampoo zonder siliconen en zo. En zonder sulfaten. En die gebruik ik dus. Deze. Dus dan ga ik zo meteen eventjes douchen, dit eruit wassen. En dan laat ik dit onder de douche intrekken. Dus ja, oh, I like it. Oh, ja, nee, ja, oké. Okay, ja. Oké, ik heb eventjes gedoucht en ik zal eventjes de items laten zien nog van Pretty Little Thing. En dit is het spijkerpak. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik ben blij dat ik voor mijn eigen maat heb gekozen met 36. Want kijk, er zit hier wel een rits, maar ik krijg hem best wel lastig over je billen heen. Maar als ik hem zo aan heb, vind ik hem wel heel erg mooi. Ik zou er wel een paar, ja, hoge schoenen onder doen. Dus bijvoorbeeld Isabel Marantz of zo. Want dan, ja, zit die broek gewoon wat mooier.
Of ik moet hem iets laten inkorten. Dat kan ook. Maar op zich vind ik het nog best wel meevallen met hoe lang die is voor mijn 1,60. Heel leuk vind ik dit. En dan met een festival leuk met een riempje er nog omheen of zo. I like it. Dus dat is het eerste setje. En deze ga ik sowieso houden. Dit is die broek. En hier ben ik ook echt heel blij mee. Ik vind deze zo leuk. Vooral met zo'n zwarte halter body van de Zara die ik in mijn kast heb hangen. Lijkt het me hier heel leuk mee. En dan een paar gave sneakers eronder. Ik heb hier dus een maatje 34 van genomen. Dus een maatje kleiner dan dat ik normaal heb. En daar ben ik eigenlijk ook wel blij mee dat ik die gekozen heb. Ik kon ook gewoon een grotere maat kiezen, want die was uitverkocht. Maar ik ben heel erg blij met deze. Dus deze ga ik ook sowieso houden. En dan dit is het laatste van Pretty Little Thing. En als je denkt, wat is dit? Dit is zeg maar een soort, ja, een soort kaartje die je er dan niet af mag halen als je nog terug wil sturen. Dus daarom dat hij er aan hangt. Want ik twijfel hier een beetje over. Want ten eerste zijn die mouwen best wel lang. En ik weet niet of die kleur mij leuk zit. En ik zou hem sowieso niet zo combineren. Ik zou er dan een riempje zo leuk omheen doen zo. Of een beltbag. Maar ik weet niet of ik deze kleur leuk bij mij vind staan. Dus hier twijfel ik nog een beetje over. Misschien dat ik deze terug ga sturen. Even kijken wat de kosten zijn van terugsturen. Want het jurkje was €25. En als het terugsturen ook €20 kost, dan kan ik hem net zo goed gewoon houden. Maar ja, deze weet ik nog niet. Maar ik zou ook eventjes het broekje passen van Colorful Rebel. Kijk, dit was het pakje dat ik had besteld. Dit blouseje in een XS. En die zit verder helemaal top en prima. En dit broekje. En dit is dus ook een XS. Maar ik heb dus nog een S nabesteld dus. Om te kijken of die mooier zit. Dus die ga ik nu eventjes aan doen. Dus dit is de XS. En is dit de S? Ik denk dat ik de S ga houden. Daar voel ik me gewoon een stukje chiller in. Hij valt gewoon net even ietsjes meer over mijn billen. En je hebt gewoon even wat meer speling. Dus die XS ga ik terugsturen. En de S hou ik. Maar het topje is dus wel een XS. Heel erg leuk pakje vind ik dit. Ik ga nu eventjes al deze nieuwe dingen in mijn kast hangen. En ik ben dus eigenlijk heel de dag al een beetje video's aan het kijken over creative business. Want ja, ik wil die opleiding gaan doen. Alleen ik twijfel dus heel erg tussen Amsterdam en Den Haag. Qua school zou ik zeggen Amsterdam. Maar qua reistijd zou ik zeggen Den Haag. Want Amsterdam is voor mij 2 uur reizen. En Den Haag een kwartier, zeg maar, met de scooter. Dus ja, daar twijfel ik nog een beetje over. Maar dat is dus eigenlijk wat ik heel erg een beetje aan het doen ben. En ik ga zo meteen denk ik even Sushi Point bellen om te kijken of we sushi kunnen bestellen, ja of nee, met die vouchers. Jezus, hij staat lekker scherp ook. Ik begin me een beetje te vervelen eigenlijk wel. Eerst had ik best nog wel veel inspiratie om dingen te doen en zo. En ik heb natuurlijk kralen besteld. Als dat binnenkomt ga ik me wel over maken. Maar ik weet niet, op zo'n dag als dat het regent vandaag, dan verveel ik me gewoon echt. Want normaal kan je lekker in de tuin chillen, muziekje luisteren, in de tuin sporten en zo. Maar ja, als het regent. Wij hebben boodschappen gedaan. Wat op. En we gaan vanavond deze kip eten. Kip met pesto. En Miel gaat er dan nog pasta bij eten. Maar het is nu 4:15 en ik had echt super veel trek. En ik heb eventjes daarom tomaat met mozzarella gemaakt. En peper en zout om even op te peuzelen. Ik ben aan het koken. Nou, een soort van. Ik ga voor Miel eventjes pasta koken. En die kip die zit al in de oven. Maar Miel hoeft er niet genoeg aan. Dus ik ga nog een beetje pasta voor hem koken. Deze. Vlindertjes of strikjes, hoe je het ook wil noemen. Die vinden wij heel erg lekker. Dus. Nou, dit is voor Miel. En dit gaan we erbij eten. Zo lekker. Kip, pesto en dan zit er, hoe heet dat? Parmezaanse kaas, tomaatjes en van die pijnboompitjes overheen. Het is, ik weet niet hoe laat het is, maar wij gaan slapen. Ik ga even mijn make-up eraf halen. We hebben net Ex on the Beach gekeken van vorige week. En we gaan, als het goed is, morgenochtend hardlopen. Dus, maar dat zien jullie in de volgende vlog wel of dat echt is gebeurd. Ik hoop het wel. Ik denk het wel. Dus, ja. Slaap lekker en tot morgen.